ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk sluit een mogelijke samenwerking tussen de ABOP met de BEP niet uit. Brunswijk zei eerder deze week aan journalisten dat de wonden tussen de twee partijen die in het verleden gemaakt zijn, altijd genezen kunnen worden. Dus in ieder geval tot de laatste dag voor de verkiezing kunnen we nog praten over samenwerking. Dus niet uitgesloten dat we elkaar kunnen vinden en dan gaan we samenwerken. Zodra twee partijen praten, het moment dat we elkaar vinden, gaan we samenwerken. Hoor. De ABOP-topman stelt verder dat het nieuws over een aanwinst bij de gele partij in de persoon van gewezen minister Suresh Algu niet klopt. Hij zou Algu daarover zelf niet hebben gesproken. Wat Brunswijk wel met Algu heeft besproken is het schrijven van een programma over grootschalige kokosteelt.